De zijn explosief gestegen, ja. jaar in, jaar uit. Ja. Als de rente natuurlijk 0 of 1 is of 2, dan doet dat niet zo'n pijn. Dat doet geen pijn. Hè? Dan kun je eigenlijk niet meer failliet gaan. Hè? Kijk, dat, dat, dat gratis geld heeft een aantal consequenties. Dus dat, speculatie begint natuurlijk in alles wat, wat waarde heeft. Hè? De, huis, de, de, de huizenprijsstijging en de huurstijging zijn een rechtstreeks gevolg, één op één, van, van het grote goedkope geld. Ja, het heeft, heeft de macht van het kapitaal enorm dan toenemen. Nou, met, met, met hele grote verstoringen ja. in de economie, in de, in de huizen, hè, huur, huur, ja. en, huur en wonen, is helemaal uit balans getrokken, gratis geld. Maar gratis geld heeft nog een, andere, heeft nog een ander punt, het, het uh, bevriest de economie. Het hele proces van failliet gaan, capaciteit vrijkomen, andere dingen gaan doen. Ja, innoveren. Innoveren, dat, 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 dat vertraagt, omdat alles blijft bestaan. En met gratis geld en een beetje die kun je als niet failliet gaan, dus allerlei bedrijven die al, hè, dus de zombiebedrijven heet dat... Hè.